Een tweede onderwerp wat we even uitpakten, en dat werd ook door de directeur nadrukkelijk genoemd. En dat is het laatste onderwerp voordat we sowieso een kleine koffiepauze houden. Maar dat is iets waar eigenlijk best vaak over gesproken wordt in de zin van... ik ga even in het weekend mountainbiken. Ik ga in het weekend even een rondje wandelen. Ik ga de hertjes voeren misschien. Tot aan, nee, ik ga gewoon lekker barbecuen in het Vondelpark. Of ik ga, allerlei vormen. Maar dit is allemaal in de natuur. Maar de natuur, dat is nogal een breed begrip. En je kan natuur op een heleboel manieren kan je dat gebruiken. Je kan ook besluiten om het niet te gebruiken natuurlijk. Er zijn ook sommige mensen die beweren, nou, dat is meer iets echt wat je bijvoorbeeld voor dieren. Hè, wat? Dieren. Hè, die kunnen daar ook gewoon leven, bijvoorbeeld. We zijn even benieuwd hoe u daar tegenaan kijkt. We hebben de volgende vraag voor u. Wat is de belangrijkste waarde van natuur in Nederland, zeg ik even met nadruk. Hè, want we kunnen in Nederland voor u. 1. Een plek voor dieren en planten. Kijk, daar hebben we hem. 2. Een plek voor sporten en vermaak. 3. Een plek vol met waardevolle grondstoffen voor de industrie. 4. Daar leer je kinderen waar het eten in de winkel vandaan komt. 5. Hoezo is er dan natuur in Nederland? U krijgt weer een aantal seconden om de vraag te beantwoorden. En de tijd gaat nu in. Wat leuk, een plek voor dieren en planten. Die had ik niet verwacht. Twee mensen van het bedrijfsleven, denk ik. Waardevolle grondstoffen, industrie. Plek voor sporten en vermaak, ja. Hoezo is er dan natuur in Nederland? Daar ben ik wel benieuwd. Dat zijn er dus, zijn zo'n 12, 13 mensen, denk ik. Oh, nee, veel meer. 31. Oh, ik dacht dat we veel lager zijn. Wie waren dat? We kunnen dit op stemkastje terugzoeken, trouwens. Had ik misschien moeten zeggen. Ja. Ja, zeg even wie je bent. Kom even staan. Ja. Ima. Nou ja, er is geen natuur in Nederland. Nederland is gewoon een groot park met heel veel huizen erin. Ja. Eigenlijk. Okay. Dan hebben we wel een interessant ding. Want u zegt er is geen natuur. En toch zien daar vrij veel mensen een plek voor dieren en planten. Waar zitten die dan? Ja, in het park. Het park dat Nederland heet. Okay. Ja, okay. En dat park is geen natuur? Jawel, het is wel natuur. Maar u heeft de vraag beantwoord. Is er dan natuur in Nederland? Ja, maar als ik zie een plek voor dieren en planten, is het alleen voor dieren en planten. Dat kan. Ja, maar dat lijkt me niet wenselijk. Nee. Maar dan nog even, ik kom toch terug. Is er dan natuur in Nederland? Al die andere mensen zeggen, nou, er is blijkbaar iets, want je kan er iets mee. En u betwijfelt of het er is, want het is een park. En daarmee proberen toch enigszins logisch redenerend. Dan denk ik dat u zegt dat een park geen natuur is. Gecultiveerde natuur. Het is een nuanceverschil. Ja. Ja. Maar met u zijn er nog 30 anderen. Nee, het is zelfs geen gecultiveerde natuur. Nee, ja. Mevrouw, komt u even staan. Ja. Ik ben heel veel met landbouw en stadslandbouw bezig. Ja. En ik denk dat het zelfs geen gecultiveerde natuur is, maar eigenlijk industriële natuur. Oké. Ik hoor nog wel steeds het woord natuur erin. Wel met andere woorden ervoor, maar... Het is op met de laatste zucht niet dood. Hè? Maar het kan natuurlijk veel levendiger, veel biodiverser. Ja. De ecologische structuren kunnen veel stabieler. Ja. Veel veelzijdiger, veel multifunctioneler. Ja. Dan hoeven we die vijf vragen niet apart te beantwoorden, want er is ook nog een en optie. Ja. Maar we moeten die natuur levend houden en er ook goed voor zorgen. Maar u zit in de urban farming? Ja. Dat is dan typisch iets waar je denkt van, nou, daar leer je dus kinderen waar het eten in de winkel vandaan komt, bij urban farming. Het is niet echt voedselvoorziening, want zoveel is het ook niet. Maar dat is, je leert in ieder geval dat bijvoorbeeld mijn oppas bijvoorbeeld, die keek pas naar het konijn. Die had nesteldrang, het konijn. En die vroeg of het nou een ei ging leggen. En dat is echt waar. En toen dacht ik, nou, met urban farming had ze dat geweten. Die gaat jouw dochter seksuele opvoeding geven. Ja, nee. Ander punt. Oké. Okay. Maar dat is wel, dat is toch de natuur veel meer als educatieve, interactieve, educatieve omgeving. Ja, maar dat is ook weer zo functioneel. De natuur is... Ik verheug me op de rest van de avond, want de natuur is ook iemand, hè? We hebben het over natuurlijk kapitaal. Ik denk dat we van het woord kapitaal af moeten. Maar we hebben ook al menselijk kapitaal, human kapitaal, sociaal kapitaal, cultureel kapitaal. Ja. Allemaal grootheden waar we veel meer in samenhang iets mee zouden moeten doen. Dat is eigenlijk wat ik probeer te zeggen. Oké. U munt het begrip natuurlijk kapitaal. Dat is mooi, want dat staat ook in de balans. Joep Derks, mag ik je even naar voren vragen? Waar ben je? Ja, daar is hij. Dames en heren, Joep Derks. Het hoofdstuk over de natuur, daar heb jij aan geschreven. Met collega's waarschijnlijk, maar in ieder geval daarvoor sta je hier.
natuurlijk kapitaal. Is dat echt een begrip waar we iets mee kunnen? Ja, ik denk dat dat een begrip is waar we iets mee kunnen. Mee moeten misschien zelfs? Dat is niet des planbureaus, hè, om moeten te zeggen, geloof ik. Nee, dat moeten kinderen en zo. Ja. Nee, natuurlijk, kapitaal is een begrip wat afgelopen paar decennia opgang is gaan doen. En waarmee men, de mensen die dat begrip gebruiken, en wij hebben dat overgenomen, proberen te laten zien dat die natuur meer is dan die plantjes en beestjes. Ja. Meer is dan iets waar je heel voorzichtig mee om moet gaan, waar je van af moet blijven, waar je vooral niet aan mag komen. Maar dat we ook gewoon nut hebben van die natuur, dat die natuur ons baten levert. Dat is iets wat we natuurlijk in die hoogtechnologische samenleving met die iPhones en die smart cities en zo wel eens wat uit het beeld verliezen. Maar we maken heel veel gebruik van die natuur. Natuur zorgt ervoor dat we droge voeten houden als het hard regent. Natuur zorgt ervoor dat onze landbouw kan functioneren. En natuur zorgt er ook voor dat wij op zondagmiddag lekker kunnen gaan wandelen in het bos en daar ontspannen en dat goed is voor onze gezondheid. Sommige mensen weten dat we zelfs een beetje te veel gebruik maken van die natuur. Ja, nou tot zekere hoogte kan dat. He, dat is wat we ook in Nederland zien gebeuren. En die natuurgebieden in Nederland, dat zijn plekken waar wel degelijk... Ik ben niet eens met de stelling dat er geen natuur is in Nederland. Er is een hele belangrijke natuur in Nederland. Natuur ook waar we heel zuinig op moeten zijn. Natuur ook waar Nederland, als je daar vanuit een internationale bril naar kijkt, een hele belangrijke positie inneemt. Natuur die we daar beschermen in natuurgebieden, maar waar tegelijkertijd ook mensen kunnen recreëren, mountainbiken, paardrijden, et cetera. Dat kan op... Mits dat allemaal goed geregeld wordt, kan dat allemaal op dezelfde plek. Dus de vraag die je ons stelde, was ook een hele lastige vraag om te antwoorden. Ja. Want er kan veel meer in die natuur dan alleen maar één van die vijf, of één van de vier, want de vijfde was geen optie. Er kan veel meer in die natuur. Dat vraagt wel dat de eigenaar van die natuur, of de beheerder, dat ook als zijn taak ziet om die verschillende functies in de natuur te combineren. En dat is wat in natuurgebieden in Nederland gebeurt. Hè. De natuurbeheerders, natuurmonumenten, staatsbosbeheerder, landschappen, die zien het als hun taak om dat te combineren in die gebieden. Ja. Maar dat doet niet elke eigenaar. En daar is waar het wat lastig is en waar ook het beleid van dit kabinet zich op aan het richten is. En daar dat begrip natuurlijk kapitaal gemunt heeft om te laten zien van ja, we moeten iets met die natuur. We hebben daar ook wat aan. Er is een andere grappige ontwikkeling. Ik heb het idee dat natuur weer een beetje hip wordt. He, dus dat je ziet het in voedsel heel nadrukkelijk. Eigenlijk is de beste worst die je kan kopen is van het varken dat je zelf geslacht hebt, wat je in de achtertuin hebt bijgehouden door de aardappelschillen die je heeft opgegeten. Of de kleren die je weer zelf hebt gebreid met het schaap wat je ergens bij je oma staat. De winkels die allemaal zeggen het is echt biologisch verantwoord en heel erg dynamisch en dat soort dingen. Dat is een soort hippigheid in deze sector. Ik ga eens even kijken. Jossie Smeets, waar zit je? Ja, Youth Food Movement. Ja, vertel even, wat is dat? Kom even staan. De Youth Food Movement is eigenlijk een... We verenigen jonge mensen die actief zijn in de voedselsector. En we maken daarop ook jonge consumenten bewust van dat wat zij eten. Is het terecht als ik zeg, het is bijna iets hips? Ik bedoel, jullie doen bijvoorbeeld een filmfestival over eten. Dat klinkt onwijs hip. Ja, het is zeker hip. En wij zien ook dat heel veel jongeren steeds meer behoefte hebben om te weten wat ze eten, waar het vandaan komt. En je zegt net... Dat stadslandbouw niet de wereld voedt. Daar kunnen we het over hebben. Maar ik denk dat het voornamelijk ook als functie heeft om te laten zien waar het eten inderdaad vandaan komt. En dat heel veel mensen dat weer willen weten. En niet zozeer dat ze per se eten wat daar in de stad groeit. Of daar op die boerderij die je gaat bezoeken in het weekend. Dat jou voor je hele leven gaat voeden. Maar wel dat je daardoor betere keuzes kan maken over dat wat je eet. Je zegt steeds jongeren, het heet ook de Youth Food Movement, dus vandaar waarschijnlijk. Maar is het echt een jongerending of zijn er ook ouderen bewust bezig? Nee, er zijn denk ik ook heel veel ouderen bewust bezig. Is er ook een elderly youth? Nee, dat kan niet. Elderly food movement? Slow food is er. Die zijn heel veel daarmee bezig. Daar zijn wij ook aan gerelateerd. Maar er zijn heel veel ouderen bezig en dat is ook wat je net al noemt. In winkels, dat wat weer puur van de natuur komt. Je ziet het natuurlijk overal om je heen. Ik denk dat iedereen dat in de zaal herkent. Ja. In hoeverre reikt dat verder dan de stad? Want dat is natuurlijk, we hebben het net over die verstedelijking. En de minister gaf ook aan, daar gebeurt ontzettend veel. En bijna dit onderwerp hoort bijna misschien wel bij de creativiteit die ook in die steden zit.
Maar in hoeverre gaat het ook nog echt over... Nou ja, ik weet niet of die foto uit Nederland is eigenlijk hierachter. Maar dit soort, bij wijze van spreken, dit is waarschijnlijk Limburg, dit soort natuur. Ik denk dat ik daar... Of het buiten de stad reikt, dat wat wij in ieder geval zien is dat heel veel jonge boeren of bijvoorbeeld jonge vissers ook de behoefte hebben om meer in contact te komen met mensen uit de stad. Omdat zij ook voelen dat die trend er is, dat jonge mensen dus iedereen, eigenlijk elke consument, meer wil weten over waar het vandaan komt. En dat zij ook heel graag willen weten hoe kunnen we dat verhaal beter vertellen. En dus Youth Food Movement staat niet alleen voor jongeren uit de stad die meer met eten willen, maar ook voor jonge primaire producenten die meer de stad willen bereiken. Dus het gaat echt, wanneer ik verstedelijking hoor, daarin betekent dat natuurlijk ook dat we steeds meer afstand hebben van dat waar ons voedsel vandaan komt. En om die kloof te dichten, daar zijn zowel producenten als consumenten mee bezig. Ik zie uw hand, ik kom zo bij u terecht. Dat sowieso, maar ik kijk altijd een beetje dat we verschillende mensen aan het woord laten. Ik wil u vragen, u hoort zo een beetje over die beleving van die natuur. Dat rapport, of de balans moet ik zeggen, daar geeft natuurlijk een inzicht van wat gebeurt daar nou eigenlijk. Maar ook misschien een beetje, wat zouden we nou willen in die toekomst? Zou je eens even weer 1 minuut met uw buurman of buurvrouw willen praten? Wat zou je nou eigenlijk willen met die natuur? Wat zou je nou eigenlijk voor plek willen geven? Houden we het een beetje in die steden? Wordt het verbinding met die steden? Wilt u misschien wel voor betalen? Zeg, we gaan gewoon 1 grote hoogveluwe van maken. We betalen er gewoon voor. En dan voel ik me ook niet zo schuldig als ik daar doorheen wandel. Uw buurman of buurvrouw zit nog steeds naast u. 1 minuut. Ik ga ze natuurlijk ook even vragen waarom ze het hoofdstuk moeten leggen. Tien, negen, acht, zeven, zes, vijf, vier, drie, twee, één, nul. Ja, we gaan weer verder. Ik zit altijd even te kijken wie het langs doorgaat. Henk Ovink in ieder geval, ja? Precies, ja? Ja, die meneer, die gaat langs door, ja. Maar, u was heel fanatiek aan het praten. U heeft ook de hele minuut zelf gepraat. U heeft uw buurvrouw niet aan het woord gelaten. Dus, waar had u het over? Ik moet misschien aan u vragen, waar had hij het over? Ja. Hij had het over de kool die door een duif belaagd werd. En terwijl hij graag boerenkool wilde eten. Dat was het toch, hè? Oké, ja, precies. Wat had u eigenlijk willen zeggen? Nou, ik was vooral over mijn volkstuin bezig. En de manier waarop ik met mijn kinderen, of mijn kleinkinderen vooral, laat zien van waar de aardappels vandaan komen. En dat je zuinig met voedsel moet omgaan. Ja. Tenminste, dat is typisch iets waar ik aandacht aan probeer te besteden. En voelt u zich nou gesterkt ook door wat er in de samenleving gebeurt? Want we horen net natuurlijk ook allemaal van dat soort initiatieven. Maar bijvoorbeeld inderdaad het weggooien van voedsel, daar is best wel wat aandacht voor momenteel natuurlijk. Heeft u het idee dat er echt inderdaad iets aan de gang is in die samenleving over die waardering van natuur? Ja, wel heel uiteenlopend en samenhangend met leefstijlen. Dat is heel duidelijk. Dat zie ik ook inderdaad weer onder mijn kinderen. Die zijn verschillend wat dat betreft. Ja. Sommigen gaan daar bewust mee om en anderen toch... betrekkelijk weinig bewust, maar daar verdwijnt dus ook heel veel. Ja. Ja. Wat zou u eigenlijk willen als zeggen over die plek die natuur in onze samenleving zou hebben? Als u heeft er nu voor het zeggen. Dus u mag gewoon het Nederlandse volk toespreken. We hebben ook een streaming, dus iedereen kijkt mee, de andere mensen buiten dit gebouw. En zegt, dames en heren, hier is natuur belangrijk voor. Ja, ik vind het erg belangrijk dat de natuur in onze directe omgeving, dat die toegankelijk blijft. Dat die niet, laat ik zeggen, met borden en hekkens wordt afgebakend.
Dat gebeurt ook steeds minder hoor in de stadsrand, vind ik. Maar dat is toch wel heel lang zo geweest. Dat met name vanuit, laat zeggen, de natuurbeweging gedacht werd van dit moeten we zien af te scheiden en voor die beesten en bloemen zien te houden. Maar ik denk dat dat eigenlijk averechts effect heeft. Vooral natuur in Nederland is een door mensen gebruikte natuur. Dat slaat eigenlijk een beetje aan bij wat je net zei. Hè? Dat is waar die natuur onder andere voor wordt gebruikt. Ik kijk even. Ja? Ja, ja. Overigens is het zo dat... Ik ben slecht in cijfers. Dat is een onhandige eigenschap als je bij een planbureau werkt. Maar 95 of 99%, laat dat even in het midden, van de Nederlandse natuur is toegankelijk. Ja. Hè, dat is een enorm percentage. Het is maar zelden dat je een gebied niet in mag. Neemt dat toe, trouwens, die toegankelijkheid? Want dat was wat meneer eigenlijk zei. Hij zei van ja, ik heb het idee dat langzaam weer wat hekken weggaan. Dat zou kunnen dat het toegenomen is. Dat, ik heb het idee dat het redelijk stabiel is. Waar wat zorg over is, is dat met de veranderingen in het beleid en het wegvallen van subsidies, met name voor recreatieve voorzieningen, natuur wel wat minder toegankelijk gaat worden voor bepaalde doelgroepen. Dat je daar moet gaan betalen als je wil mountainbiken of als je je auto wil parkeren bij het natuurgebied. Dat is wel een ontwikkeling die op dit moment gaande is. Ja, ik kan me herinneren, volgens mij ergens in augustus of zo, was even in het nieuws inderdaad, betaald parkeren bij het bos. Ja, dat was een beetje een hype door een bepaalde krant in gang gezet. Maar er is wel een discussie gaande van moeten treinbeheerders die met minder geld rond moeten komen op andere manieren hun budget gaan aanvullen. Ja. En daar wordt onder andere gedacht aan parkeergeld. Ja. Ja. Nog even één iemand. Waar had u het in die minuut over? Ja, ik heb u nog niet gehoord. Ja, nee, ik had u al een paar keer gehoord. Ik ga hier. Ja. Kom even staan. Ja, ik hoor heel vaak zeg maar die trend dat mensen vinden dat eindelijk we kunnen eens wat van natuur gebruiken. We kunnen er meer van genieten. Alsof dat eerder niet zou kunnen. Ik heb ook cijfers deze week gezien van het PBL. Waaruit blijkt dat sinds 1950 de biodiversiteit in Nederland met maar liefst 25% is teruggelopen. Ja. En als iemand het dus heeft over natuur en je hoort die cijfers, dan weet je, één ding weet ik dan zeker, die natuur wordt steeds saaier. Dus hebben we het nou over de natuur zoals die foto hier rechtvoor? Een klein gemaald grasveldje met een bankje en een intensief landbouwareaal. Als we dit als natuur ervaren, moeten we dat vooral intensief gaan gebruiken. Maar als we het inderdaad hebben over die idyllische plaatjes zoals u hier rechts heeft aangetoond, dan weet ik nog niet of het nou wel zo vanzelfsprekend is dat we die natuur nou maar maximaal moeten gaan gebruiken. Ja. En die vraag wil ik graag teruggeven aan het planbureau. Duidelijk, ja. Dit is een addendum aan de balans. Ja, nou, dat is precies ook waar het hoofdstuk over gaat. Van die spanning tussen van het, aan de ene kant het behoud van biodiversiteit, hè, de planten en de dieren, in PBL speak. En aan de andere kant die nutsfunctie. En onze conclusie is van het feit dat de samenleving zich meer bewust zal worden van het nut wat ze van natuur heeft, wil niet automatisch zeggen die samenleving zich ook zal willen inzetten voor het behoud van de echte specifieke biodiversiteit, hè, die 25% waar meneer het over heeft. Overigens is er de afgelopen week ook goed nieuws over de natuur naar buiten gebracht. Hè, CBS rekent regelmatig en die indicator staat ook in dat compendium wat Maarten Haaier net bij u aanbeval. De percentage bedreigde soorten die op rode lijsten staan, dat is dan hoe we dat registreren, dat neemt heel voorzichtig een beetje af. Omdat ze gewoon al weg zijn, die anderen? Nee, dat is een heel, dat is wat heel veel mensen in eerste instantie dachten, van ja, wat weg is, dat kan het niet meer verdwijnen. Nee, dat treedt echt een heel voorzichtig, is het allemaal nog, het is heel pril, maar ja, ik vind het toch leuk om eindelijk eens een keer goed nieuws te kunnen brengen. Dat treedt heel pril een beetje voorzichtig herstel op. En dat komt ook door al die inspanningen die we juist in dat natuurbeleid gedaan hebben. Dat begint echt vruchten af te werpen. Dus dat is ja ook een veer die de natuurbescherming in Nederland ook wel een keer mee mag geven, denk ik. Wat goed nieuws. Het voelt in één keer alsof we in de uitzending van Vroege Vogels zitten, zo een beetje op deze manier. Ja. Waarom moeten ze dit hoofdstuk dan gaan lezen? Nou, omdat het precies de discussie die hier gevoerd is. We hebben dat geanalyseerd. Van hoe zit dat eigenlijk? Hoe werkt dat? Wat zijn de potenties van dat nieuwe beleid? Hè? Die omslag in het beleid naar meer die baten van natuur. En wat zijn de bedreigingen ook? En ja, de vragen die hier opkomen, die proberen wij in het hoofdstuk te beantwoorden. Dus lezen. Dames en heren, mag een heel groot applaus. Joep Dirks, dankjewel. Dank.